Jeroen van der Boom's meet biografie Gordon over zijn hek. Gordon en hoge bomen presentator Jeroen van der Boom hebben. Zo lijkt het, hun show is inmiddels uitgesproken. Maar er was een tijd dat Jeroen zo boos was dat hij Gordons biografie over zijn hek vierp, recht in de tuin. Het is nooit leuk om de waarheid te horen natuurlijk, maar goed, zei Gordon toen Wilfred Genehem hem deze week in Veronica Incide, de radiovariant, vroeg naar het Gooi incident. De twee wonen bij elkaar in de straat. Allebei hun huizen staan overigens te koop, maar Goor ziet het somber in. Ik heb er ook nog één te koop voor 3,5, maar dat gaat voorlopig niet lukken. ex toppers collega's Jeroen en Gordon gingen enkele jaren geleden haast haastrollenballend over straat met verwijten over en weer. Dat begon toen Doen in vijf jaar later sprak over zijn topperstijd en dat Jeroen hem het liefst uit liefde zou hebben gewerkt. Die man is zo feik en nep, klonk het weer in een ander interviewpunt of het nu is weer goed zitten tussen de twee, weten we niet. Wel vonden er intussen gesprekken plaats, geeft Gordon toe bij Wilfred. Ik moet je zeggen, hij heeft een paar keer een poging ondernomen om het weer goed te maken. Ik heb hem afgelopen zomer gesproken op het terras ergens in Amsterdam en ja, joh, weet je, lekker laten gaan. Nou ja goed, wat er gebeurt is gaat nooit meer goed komen, maar ik ben oké. Okay. Godo, die recent weer eens in de klintslag met valse stiefzuster Gerard Joling, kreeg de afgelopen tijd goed eens slecht nieuws te verwerken. Zo kan hij door de aankomende, versoepelde corona maatregelen waarschijnlijk weer, beperkt, de deuren van zijn horrika-zaken openen. Op tv-gebied gaat het begrijpelijk wat minder, zijn dagelijkse talkshow met Patty Braat lijkt definitief van de baan.